En die nummer laatst heeft dan een achterstand van 10 punten op TEC. En dat terwijl TEC zelf nog alles heeft om voor te strijden. Slechts 4 punten achterstand op de veilige plaats 15. En dat laat de ploeg van Frits van den Berg ook zien in de openingsfase. Want deze voorzet van Holder wordt door Fini met de hand getoucheerd. Een heel makkelijk gegeven penalty van scheidsrechter De Brito Rocke. Deze voorzet komt wel tegen de hand van Fini, maar de arm is toch langs het lichaam. Feit blijft, strafschop. En Holder zelf gaat achter de bal staan. En verslaat Rooyendijk. Goed ingeschoten, 1-0 voor TEC. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, dus al vroeg de achterstand voor Achilles. Doorkoppen. Richting Holder. Lukt net niet. Edge schiet hem tegen Vink aan. Dan kan Vink er ook zelf vandoor. De clubtopscorer van TEC. Voorzet. Over alles en iedereen heen. Komt uiteindelijk toch bij Van Gessel. Onderweg aangeraakt. Misverstandje met De Vos. En dan is het 2-0. Sjakison is er als de kippen bij. En maakt het af. De voorzet van Van Gessel. Is gevaarlijk in de doelmond. Maar Rooyendijk en De Vos miscommuniceren daar. En dat zorgt voor 2-0. De corner van de lijn gehaald. En opnieuw gered, maar nu door Rooyendijk. Zo had het ook voor het half uur gespeeld was al 3-0 kunnen zijn. Het zit niet mee voor Arno Arts en zijn Achilles. In de tweede helft ligt het duwtje bij De Vos, maar het mag door. Dus kan TEC counteren. Serhat Korts moest al vroeg invallen door een blessure van Maria. Heeft hem daar. Goeie steekbal. Sjakison. Even inhouden en dan het schot. Onderweg aangeraakt, maar gaat er wel in. Serhat Korts. Met zijn 9e van het seizoen. En daarmee is hij gedeeld topscorer nu. Met Wimilio Vink. Het schot gaat eigenlijk recht op Rooyendijk af. Maar wordt onderweg nog door Fini aangeraakt. Het is niet de middag van de centrale verdediger van Achilles. Balletje terug. Van Dongen. En Rooyendijk had daar totaal niet op gerekend. Terwijl de bal toch helemaal niet zo hard was. Van de invaller van Achilles. Rooyendijk. En Van Dongen slaan een flater. 4-0. En TEC kan dus weer een klein beetje naar boven kijken.